But she was also in the Hollandse Schouwburg, and she was also put on a transport. But since they had so many children, they said, you will take care of these 10 kids in one compartment or something like that. But she was not a professional nurse. She ended up in the camp of Bergen-Belsen, and they used her for medical experiments. Very, very bad time she had there. But somehow she survived. And after the war, when she came back, she could tell my parents that I had been snatched from the train. And so that gave him some hope to my parents that I would still be alive. And I think Alka mentioned the, somebody, when they snatched you, they said, you're not getting this one? Yeah. That's her story. She was with 6, 7, 8 children, I don't know, in that compartment. And she was putting away some luggage or whatever it was. And then she heard that the door was yanked open behind her, and she heard a voice that said, yeah, sorry. It's okay. They're not gonna have this one. And then she turned around and I was gone. My father left a whole lot of documentation, letters and so on, just in a big stack in his desk. And after I got the idea of doing a book, I have of course been collecting these things and putting them in the right order. After having been uncertain for a long time about his fate, we finally received a message from the Bureau for War Foster Children in Amsterdam that our son Ernst was found back in the city of Waals. We want to say thank you to Jan Bos and the Thyssen family for saving our child. His happy parents and sister Karina. They didn't have the name, my name of course, then, Koster, they didn't know about that. This is me in Waals at the age of 5, 6. A newspaper from June 45, and in the back there is a small advertisement. It says, who knows Ernst? Ernst van Gelderen, born 1810-39. Didn't know any better, or his name was Ernst Meyma. On September 10, 43, taken from cell 314 in Scheveningen prison and transported to Westerbork. Did not appear in any of the transport lists. Has not been to Westerbork. Information please to family Meyma, Abrikozenstraat 8. So that's what the newspapers were full of after the war. Een aangrijpende film en mijn complimenten aan de makers. Ik ben benieuwd of jij ons nog iets meer kan vertellen over het gezin waarin jij bent geboren. En natuurlijk is het wat je hebt gehoord. Ja. Maar het zou wel fijn zijn als we een beetje een beeld krijgen van je ouders. Wie waren ze? Wat deden ze? En nou, in wat voor familie zijn zij weer geboren? Kwamen ze uit een grote familie? Ja. Zou je dat kunnen vertellen? Jazeker. Mijn ouders zijn een beetje laat getrouwd in 1935. Toen waren ze al 36 jaar. Woonden in de Kaan van Necklaan in Rijswijk. En achtereenvolgens kwam dus mijn zusje in 1936 en ik in 1939. Mijn vader was boekhouder, annex bedrijfsleider van een groot afbetalingsmagazijn. Dat had je toen nog. Mensen kochten een bed en kwamen dan iedere week 2 gulden brengen. Dus daar werkte die en dat zag je ook met die scène met, dat hij op zijn motor daar naartoe ging. Mijn moeder is huisvrouw gebleven. Ze was al heel jong zonder vader, die is vroeg overleden. En haar moeder had het heel moeilijk, dus ze is op de 11e of 12e jaar al gaan werken om wat bij te verdienen. Heeft later gewerkt op de Rotterdamse Bank.
voor haar huwelijk, maar is daarna dus fulltime huisvrouw geworden. Ja, dat was ons gezinnetje. Ja, en kwamen ze beide uit een groot gezin? Nee, mijn vader was enig kind eigenlijk. Mijn moeder had nog een zusje. Mijn moeder heette Rebecca Rosa en dat zusje heette Rosa Rebecca. Die zijn omgebracht in de oorlog met haar man. Maar dat was dus geen groot gezin. Wel wat aangetrouwde familie, maar ja, het merendeel daarvan is allemaal in de oorlog vermoord. Ja. En wat deden jouw grootvaders? Van mijn vader weet ik heel weinig, want alle papieren die er waren zijn verdwenen. Ik moet mezelf ook verwijten dat ik niet voldoende gevraagd heb na de oorlog, maar dat was in zoveel gezinnen zo, het grote zwijgen. Dus dat weet ik niet. Mijn grootmoeder heette Mathilde Verveer, dus de moeder van mijn moeder. Ook niet uit een groot gezin. Haar man overleed al jong. Ze is na een jaar of 7, 8, 9 hertrouwd met een iets oudere man die in de familie opa Mol heette. Maar ik geloof dat de man 45 of 50 was, daar niet van. Maar dat heette dan al opa. Maar die zijn dus ook omgebracht in de oorlog, ja. En speelde het Jodendom bij hun thuis een rol? Gingen ze naar shul? Hielden ze zich aan de spijswetten? Weet je daar iets van? Ja, ja, ze waren seculier opgevoed, dus niet religieus, maar wel sterk Joods voelend. En ik geloof ook wel dat er iets aan de Joodse feestdagen werd gedaan, maar op een beetje feestelijke manier. En na de oorlog was dat helemaal verdwenen, dat gevoel van religie. Hoewel we dus wel wat Joodse feestdagen deden op onze manier. Maar nee, totaal areligieus kan ik wel zeggen. Oké. We gaan een sprong maken. Jij bent in oktober 1939 geboren, toch? Ja. Als we kijken naar de periode dat de deportaties, de grote deportaties begonnen in de zomer van 1942. Mm-hmm. Jouw zus wordt als eerste meegenomen door een jong stel. Heb je ooit kunnen achterhalen hoe je ouders aan die connectie, aan dat contact zijn gekomen? Nee, nee. Nou ja, we denken dat er ergens een contact was via de hervormde of gereformeerde kerk. Maar ja, niet dat mijn ouders daar natuurlijk iets mee hadden. Maar dat stel wat je dus gezien hebt, Jet en Wim Brakel, die waren van die kerk en die kwamen ook als eerste eigenlijk naar voren van wij willen wel een kind meenemen. Want voor een gezin van 4 personen om gezamenlijk onder te duiken was natuurlijk totaal onmogelijk. Ja. Ja. En jij bent waarschijnlijk kort daarna. Ja, misschien dat de Brakels ook kenden de familie Meijma, waar ik dan terecht kwam. Dat ook via die kerk is doorgegeven, dat kan. Ergens in de zomer van 1942, verder weet ik het niet wanneer het was, ja. Heb je ooit gehoord of je iets mee had? Want je zus had een koffertje mee. Nou, ik neem aan dat jij misschien ook wel iets mee had. Ja. Hebben ze daar ooit iets over verteld? Ja, of? Er gaat een verhaal over een hemdje of zo wat ik had, wat de familie Meijma na de oorlog ook herkende. Van, oh god, dat had hij toen bij ons ook al. Maar dat is het enige wat ik daarvan weet, ja. 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 Ik moet ook zeggen, om te gaan onderduiken in, je hebt gehoord, er was een NSB'er, woonde daarnaast. Dus mijn ouders konden ook niet met een koffertje met hun spullen over straat gaan. Nog de kinderen, dat is allemaal stiekem gebeurd. Dus er kan nooit veel meegegaan zijn, nee. Nee, zeker. Je komt dan bij je eerste onderduikadres. Nou ben je heel klein nog, maar zijn er toch beelden die je bijstaan? Uit die tijd niet. Nee. Nee. Ik was wat drie. Zijn je eerste herinneringen dan? Of eerste beelden die je hebt? Ik heb beelden van
even goed nadenken. Een paar beelden van toen ik in de Hollandse Schouwburg zat, of tenminste in de crash, maar ik ben dus ook in de Schouwburg geweest. Dat verhaal van die hoge glimmende laars waar ik tegenop liep. En ik zie ook nog een zaal met allemaal kinderbedjes voor me, maar dat zijn maar enkele flitsen. Ik heb geen echte herinnering. Nee. Te jong nog. Ja, ja. Zeker. Bij de familie waar je zit, hè, bij Meima, daar gaat het op een gegeven moment mis. Dat hebben we ook in de film gezien. Maar jij weet wel iets meer van hoe ze uitvonden dat jij een Joods jongetje was. Ja. Er was een razzia in de Abrikozenstraat en ook de belendende straten. En er waren, ik moet zeggen, de Nederlandse politie, de goede niet te nagesproken, hebben enthousiast meegedaan met de Duitsers om Joden op te sporen. Dus er waren een paar Nederlandse politiemannen onder leiding van ene kapitein. De meest beruchte van dat stel was het. Hij heeft na de oorlog ook de doodstraf gekregen. Nou ja, die hebben daar die raid gedaan. En bij het weg, alles was oké. Okay. En bij het weggaan zeiden ze tegen mijn pleegouders, laat me je trouwboekje eens zien. En daar stond ik niet in. Dus dan is meteen al foute boel. En verder is het ook niet moeilijk om Joodse jongetjes te herkennen. Dus dat was al gauw een feit. Ja. Ja. Uiteindelijk kom je in de Oranje Hotel terecht samen met je pleegmoeder. Ja. Hoe lang ben je daar nou geweest? Weet je dat? Heb je dat kunnen reconstrueren? We denken tussen de iets van 7 dagen of maximaal 10 misschien. Ja. En ja. Het wonderlijke is natuurlijk dat later stond er de doodstraf op het helpen van onderduiken van Joden. Maar dat mijn pleegouders na verloop van tijd daar weg mochten wandelen. Dat is heel bijzonder. Ja, ja. Ja. En nou ja, jij wordt naar de Hollandse Schouwburg gebracht en de crash. Uiteindelijk word je gered of uit de trein gehaald. En we zagen al dat het zeg maar vermoedelijk een connectie is geweest met het Utrechts Kindercomité. Ja. Is dat nou iets wat je door deze film, doordat je met Herman van Rens, of was dat al iets wat je zelf had uitgevonden? Nee, dat heb ik later pas uitgevonden. Ik moet ook zeggen, ik heb jarenlang de documentatie die ik van mijn vader heb geërfd laten liggen. Niet veel mee gedaan. Maar met de gesprekken met vooral Herman van Rens, die de specialist is op onderduik in Limburg, is dat ook naar voren gekomen. En nou ja, verder ga je wat boeken lezen over de geschiedenis, dus komen er allerlei feiten nog naar boven. Ja. Dus pas later, ja. Ja. Heb je ook geprobeerd om te achterhalen wie je uit de trein heeft gehaald? Ja, dat is. Er gaan verschillende benamingen voor. Mijn vader had het in die advertentie over een lid van de Joodse Raad. Weten we niet. Die mevrouw Katan, Sari Katan, die in de trein met mij zat, had het over iemand van de ondergrondse. Dus nee, het is niet bekend. Nee. Zelfs niet of het man of vrouw was. Nee. Nee. Uiteindelijk ga jij, hè, je wordt uit de trein gered. Ga je via kom je dus in Zuid-Limburg terecht. Kan je je van die reis nog flarden herinneren? Of is er een beeld of een gevoel wat je bijstaat? Niet van dus de reis naar Limburg, want ik heb waarschijnlijk nog wat adressen daartussenin gehad, maar daar weet ik echt niks van. Het eerste beeld wat ik heb, wat je ook in de film zag, was met een paardenwagen. Dat ik naast de koetsier op de bok mocht zitten. Niet zoals hier stond, ergens onder het zeil uitkijken, want het was toen veilig genoeg om naast de koetsier mee te rijden. Dat is het enige beeld eigenlijk wat ik van die tijd heb. En wat was het voor een familie? Kun je een beetje een beeld schetsen over de familie Thiessen, waar je dan terecht bent gekomen? Grote katholieke familie. Met ook veel Duitse leden, mag ik wel zeggen. Tantes waren getrouwd met een Duitser. Dus het is heel bijzonder dat dat allemaal zo goed gegaan is. In Limburg was ik een
oorlogsweesje uit Rotterdam, waarvan er zoveel waren, dus daar vroeg men er ook niet naar. Maar de familie moet het natuurlijk wel geweten hebben en die hebben gelukkig volledig meegewerkt, ja. Maar er was een grote familie, ik weet ook veel met ooms en tantes verjaardagen vieren en dat soort dingen, dat herinner ik me wel. En waren het nou warme mensen? Werd je geknuffeld of af en toe op schoot genomen? Ja, 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 ja. Ze waren kinderloos en waren echt wel gek op me. Dat is zonder meer waar, ja. En wat deed jij nou de hele dag? Ik bedoel, mocht je naar buiten? Ja. Ja? Ik had blonde krullen en niet een typisch Joods uiterlijk. Dus ik heb gewoon overal kunnen spelen en zo. Ik was het Rotterdamse weeskindje, dus heeft geen beperkingen opgelegd. En is jou ook bekend, hè? Want het bleef natuurlijk gevaarlijk. Heb je daar iets van gehoord dat op het moment dat het gevaarlijk zou worden, dat je dan bij iemand zou worden ondergebracht? Was er een soort vluchtplan? Nee, ik herinner me ook niets van raids of zo. Ik zat op 50 meter van de Duitse grens. Maar ik geloof ook niet dat de Duitsers erg actief waren daar in dat uiterste zuiden. Wat wel natuurlijk later, op het einde van de oorlog, kwamen de bombardementen op Aken. En de centrum van Aken ligt minder dan 10 kilometer van Vaals. Dus er viel wel eens een bom te vroeg en dan herinner ik me wel dat we in de kelder zaten met z'n vieren, maar soms ook met de... Het was een kruidenier, dus die had een grote kelder beneden, dus we zaten ook wel met buren en familie dan daar in de kelder. Hm. Ja. Tot wanneer ben je daar gebleven bij die familie? Totdat ik gevonden ben na de oorlog. En dat was dus eigenlijk een voorjaar, april 1946, hebben ze me pas kunnen opsporen. Kun je ons iets meer vertellen over hoe jij nou bent gevonden? Want volgens mij heeft de familie, zoals je zei, je had een hemdje. En daar was ook een soort herkenning. Ja. Want ze moesten natuurlijk wel weten dat het het juiste jongetje was. Dus ja. Kun je daar iets meer over vertellen? Nou ja, er begon na de oorlog natuurlijk een enorme opsporingsbeweging. En er waren verschillende instanties die zich daar ook mee bezig hielden. Mijn vader heeft heel braaf op zijn oude schrijfmachine met carbondoorslagen brieven gestuurd naar al die organisaties. Hebben jullie gehoord van? En advertenties in de krant zijn er geweest. Wie kent Ernst van Gelderen en dat soort dingen. Maar dat duurde een hele tijd, want er was geen communicatie natuurlijk. Er was nauwelijks telefoon in het begin. Dus pas in april 1946, er was een mejuffrouw Mok van de Stichting Joodse Onderduikkinderen, ja, ik weet niet precies hoe de stichting heette, die heeft kennelijk mij kunnen opsporen aan de hand van gesprekken met verschillende mensen. Er zijn ook families op bezoek geweest in Vaals om mij te bekijken die toch geen familie bleken te zijn. Ach. Die zochten een ander kind. Ja. Maar uiteindelijk zijn mijn ouders dus naar Vaals gekomen toen ze die tip hadden. Nou ja, die kenden me meteen. En mijn pleegouders, eerste set pleegouders, Mijma, die zijn ook geweest. En daar heb ik ook brieven van, enthousiaste brieven van, ja, hij is het en dat soort dingen. Ja. Ja. Kan je dat nog herinneren, dat er dan allemaal mensen kwamen? Of is dat echt wat je hebt gehoord? Ja, wel een beetje, want toen was ik natuurlijk toch een paar jaar ouder, zes jaar wel. Ik weet dat ik buiten aan het spelen was en dat ik binnen werd geroepen, kom eens, er zijn een paar mensen die willen jou graag ook zien, dat soort dingen. Maar niet natuurlijk dat er enige relatie was of waarom die mensen daar kwamen. Nee. Nee. En hoe was de hereniging met je ouders? Ik herinner me daar weinig van hun bezoek, moet ik zeggen. Maar daarna zijn er dus brieven heen en weer gegaan met de gemeente, met de overheidsinstanties die daarover gingen. Of zij dat jongetje weer thuis mochten krijgen. Nou, dat duurde even voordat die toestemming kwam. En toen ben ik in begin mei naar Den Haag gegaan met mijn pleegouders Thyssen.
Maar ja, ik kende mijn ouders niet, dus ik zei meneer en mevrouw tegen ze. En ze hebben daar een nachtje gelogeerd, de pleegouders, en zijn toen de volgende ochtend zonder goeiedag zeggen vertrokken, want ze vonden het te moeilijk. Ja, daar ben ik weer. Ja, wat voor jou natuurlijk ook vreselijk was. Ja, ja. 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 Nou ja, dat was het wennen. Ik ging dan al gauw naar school, maar omdat ik zoveel gemist had, ben ik eerst nog een paar maanden in een kleuterklas geweest en toen naar de eerste klas lagere school. En in het begin moest mijn zus Carina, Carrie heette ze toen, ook nog naast me zitten, want nou ja, ik was een beetje ontheemd daar. Maar goed, dat is gauw genoeg goed gekomen. Ja, maar ik kan me zo voorstellen dat jouw zus, want die heeft ook in de onderduik gezeten, die heeft natuurlijk ook daar ja, toch een band opgebouwd met de pleegouders. Ja. En ik begreep van jou uit een eerder gesprek dat er ook nog een jongetje bij jullie thuis, bij jullie is opgenomen door je ouders. Ja. En was dat een familielid? Ja, dat was, nou eerst even terug naar mijn zus, die is ook met wat omzwervingen in Friesland terechtgekomen bij een ouder stel, die ze Paken en Beppe noemde, grootvader, grootmoeder, omdat ze echt al wat ouder waren met grote kinderen. Nou, hij heeft het heel goed gehad en die was al 3 jaar ouder dan ik was, dus die heeft ook meer herinnering daaraan. Die heeft na de oorlog ook meteen een brief kunnen schrijven. Ik weet niet hoe ze aan adressen kwamen, maar dat ze er was. Lieve ouders enzovoort, brief heb ik nog. Mijn moeders zuster, wat ik zei, Rosa Rebecca, met haar man zijn omgebracht. En die hadden 3 grote kinderen al, nou ja, tieners of bijna volwassen. En een jongetje van mijn leeftijd. En die is na de oorlog bij ons in huis gekomen, Dick, als pleegbroer. En hij is chemie gaan studeren later in Delft en in orthodoxe kringen terechtgekomen en steeds orthodoxer geworden. En is nu al 55 jaar in Israël, waar hij een soort opleidingsinstituut voor rabbijnen leidt of zo. Hij is super orthodox, ja. Ja, maar het lijkt me voor je ouders ook heel moeilijk als je 3 kinderen hebt die natuurlijk allemaal 3 de nodige ervaringen hebben opgedaan. Ja. Hebben ze daar ooit iets over gezegd tegen jullie of tegen jou? Ja, nou ja, de oorlog was niet echt een onderwerp van gesprek, maar wel af en toe. Mijn ouders hadden het wel eens over hun tijd in het hok, want die hebben dus in een hok achter een muur gezeten. Dat werd wel gezegd, maar nee, niet uitgebreid. En ik moet ook mezelf verwijten dat ik ook toen ik zeg maar tiener was of zo, niet indringend gevraagd heb. Je voelde dat er iets hing. Maar je vertelde al, haar zus was vermoord. Ja. Ook je grootouders. En, ja. En zag je dat verdriet? Voelde je dat als kind? Voelde wel eens wat, maar niet zichtbaar. En ik moet zeggen, mijn ouders, ja, die moesten natuurlijk na de oorlog als veertigers helemaal beginnen met een heel nieuw leven. Hun huis was weg, hun inboedel, al hun spullen. Dus werken om weer wat op te bouwen. Met 3 kinderen dan in huis, alles op de bon en zo, dus dat was een moeilijke tijd en toen was er eigenlijk geen tijd om veel diepgaande gesprekken te hebben, nee. Maar hadden jullie wel foto's bijvoorbeeld van grootouders? Was er nog wel iets? Nee, ik geloof dat bijna alles verdwenen is. Ik heb niet anders dan wat ik van mijn vader zijn archief heb overgekregen. Met een enkele foto, ja, van Mathilde Verveerde, de moeder van mijn moeder, heb ik een foto. Ik heb een foto van mijn vader als klein kind bij zijn moeder
Kaatje van Gelderen, Katrina. Maar dat is alles, ja. In de film zeg je dat als jouw moeder had geweten dat jij in die auto zat beneden, dan had ze zichzelf aangegeven. Ja. Hoe heeft zij dat verteld aan jou? Op welk moment? Kan je dat terughalen nog? Nee. Het is in de verhalen meegekomen, maar ik vraag me toch af, mijn moeder zat met op dat moment 5 of 6 mensen in dat hok opgesloten. Daar is dus ook die razzia langs geweest. Hoe dat gegaan zou moeten zijn, dat ze uit dat hok was gesprongen en haar mede-onderduikers daar ook allemaal opgepakt. Ik weet het niet, maar dat is het verhaal wat ik meegekregen heb, ja. Je vertelde dat er weinig werd gesproken. Als je terugkijkt, zijn er dan vragen die je heel graag had willen stellen? En natuurlijk over de familie, maar ook over bijvoorbeeld, je ouders hebben jullie toch mee moeten geven aan vreemden. Ik bedoel, verschrikkelijk, zo'n beslissing, om zo'n beslissing te moeten maken. Ja. Wat voor vragen had je? Nou, dus wat ik al zei, veel vragen die ik niet gesteld heb, maar dat was toch voornamelijk over de familie en hoe ze dan vroeger leefden. Ik heb fotootjes uit dat we daar in dat Rijswijk woonden, dat er ook familie op bezoek kwam en zo. Daar had ik wel meer van willen weten, maar niet voldoende achterheen gezeten. Nee. In 1992 was er een conferentie voor het ondergedoken kind. Ja. Ben jij daar naartoe geweest? Nee. Toen was ik ook nog niet helemaal in de modus van onderzoeken en mijn boekje gaan schrijven. Dat is pas in 1999 gebeurd. In 2009. Ja. Maar ik voor die tijd heb ik wel wat al verzameld aan dingen met het idee van dat moet misschien eens opgeschreven worden. En daar zit iemand die daar heel enthousiast achterheen heeft gezeten. Ja, maar was je met de oorlog bezig? Niet zoveel, nee. Pas veel later. Steeds meer natuurlijk, ja. Nou, als je dus door je hele archief heen loopt en je krijgt al dat spul naar boven, dan wil je wel wat meer ervan weten. Ja. Maar zijn er dingen die je, zeg maar, die je triggeren, dat je dan direct weer aan momenten uit de oorlog denkt? Situaties waarin je verkeert, waardoor je aan de oorlog denkt? Op het ogenblik bijna dagelijks. Mijn motto is eigenlijk geen dag zonder oorlog. Komt altijd wel wat naar boven. Maar nee, geen specifieke dingen wat dat betreft, ja. Maar je hebt radio, televisie, kranten, tijdschriften. Je kan niet geen dag zonder dat er iets is dat verbonden is met een oorlogsgeschiedenis of herinnering. Ja. En je vertelde dat jullie een Yad Vashem onderscheiding voor Jan Bos hadden geregeld. Ja. Dat was ook het moment dat jullie als onderduikkinderen dus elkaar treffen. Ja. Is er dan ook herkenning of hoe gaat dat dan? Ja, was eigenlijk te kort moment om na jaren en jaren bij elkaar te komen. Er waren dus kinderen bij in de tijd die in dezelfde omstandigheden hadden gezeten als ik. Dus daar hebben we ook wel mee gepraat, maar er zijn geen vriendschappen, relaties enzovoort uitgekomen. Er zijn er ook een heleboel naar Amerika, naar Israël vertrokken, dus dus geen verdere. Had je daar ook geen behoefte aan om zeg maar dat soort contacten te onderhouden? Nee, dan had ik daar wel meer achterheen gezeten, denk ik, ja. Er zijn veel mensen van jouw generatie die hun verhaal, hun ervaringen aan jongeren vertellen. Ja. Voor de klas, als gastdocent. Heb je dat overwogen om dat te doen?
Ja, wel eens wat. Ik ben op de school van mijn kleindochter geweest, toen nog lagere school, om een verhaal te vertellen. Ik ben wel eens, nou ja, hier in het museum geweest, maar niet actief erachterheen gezeten, moet ik zeggen, nee. En aan je kleinkinderen, wat vertel je hun? Nou ja, nu hebben ze allemaal mijn boekje gehad en gelezen en ook waarschijnlijk leeft dat wat meer natuurlijk dan bij hun. Maar daar praten we er wel over, ja. Vind je dat makkelijker om met je kleinkinderen te praten dan met je kinderen? Om daarover nee, dat te maakt vertellen? Eigenlijk dat geen maakt verschil. Uit. Nee. Je gaf het ook al aan in de film, het opkomende antisemitisme, het wordt steeds meer. Wat doet dat met jou? Nou, ik vind het zeer beangstigend, moet ik zeggen, ja. En ik herken er ook wel een heleboel in, want ik moet toch zeggen dat Nederland nooit zo'n glorieuze rol heeft gespeeld in antisemitismebestrijding. Al helemaal niet toen de oorlog natuurlijk uitbrak met de ambtenarij en de politie die heel flink hebben meegewerkt met de Duitsers. Ook de manier waarop Nederland, moet ik eerst nog zeggen, de tweede dag van de oorlog dat koningin en regering in een vliegtuig stappen of een boot, weet ik niet, en verdwenen naar Engeland. En er is ook nooit enige erkenning geweest of zelfs maar vragen over de Joodse bevolking door toenmalige koningin Wilhelmina, die leefde daar redelijk aan voorbij. Dus dat is iets wat mij vaak bezighoudt. Ook zoals die paar mensen die uit concentratiekampen terugkwamen naar Nederland, waren dus alles kwijt, berooid, uitgehongerd enzovoort. Dat die als eerste door de Nederlandse overheid te horen kregen, jij hebt 3 jaar geen belasting betaald en geen erfpacht, wil je dat maar eens even gauw doen. En omdat je achterstallig bent, pats ook een boete erop. Nou ja, dat is voor mij een stuk antisemitisme wat ik niet kan verteren. En nu zie je het weer, ook in andere landen, kijk maar naar Engeland met die Labour Party, totaal antisemitische leiding daarboven. Dus ik vind dat zeer beangstigend, ja. En geloof je dat educatie de oplossing is? Nee, ik denk dat het daar al te ver voor is. Natuurlijk ook met internet, waar zo verschrikkelijk veel rotzooi op kan circuleren. Ik denk niet dat je dat met educatie nog veel aan kan doen. Maar goed, ik ben misschien een beetje pessimist wat dat betreft. Ja. Ja. We zagen het motto van je boek. En ik ga hem even voorlezen. We leven vanuit ons verleden. Ja. Kan je dat? Dat was mijn eerste motto. Daar bedoel ik mee dat alles wat er nu gebeurt, dat je dat toch op een bepaalde manier linkt aan wat er vroeger gebeurd is. Maar mijn tweede motto heb ik ook wel eigenlijk al verteld. Geen dag zonder oorlog. Nee. Ja. En wat zou je aan de huidige en de komende generaties willen meegeven? Oeh, dat is een moeilijke. Ja. Nou ja, begrip en vooral dat religies elkaar beter gaan begrijpen en ontzien. En waarom moet alles op een haat- en nijd manier gaan als je toch normale menselijke verhoudingen kan creëren. Maar nogmaals, met wat er nu op internet allemaal circuleert, dat zelfs Facebook wordt elke week een filmpje vertoond gericht aan Mark Zuckerberg door Holocaust-overlevers die hem vragen om toch vooral de Holocaust-deniers, de ontkenners van zijn pagina's te verwijderen. En dat is nog niet gebeurd, wel is Zwarte Piet verwijderd, maar oorlogsontkenning, holocaustontkenning mag nog steeds. Dus nogmaals, daar heb ik een hard hoofd in. Ja, ja.
We hebben net de film gezien. En wat doet dat met jou? Dat jouw verhaal hier verfilmd of in beelden gevat? Ja, ik ben er wel trots op dat het nou zover is natuurlijk. En ik vind dat ze het ook heel knap gedaan hebben. Erg veel research gedaan achter de schermen met beelden uit het verleden erbij getrokken en zo. Ja, ik vind dat erg fijn en ik hoop dat het ergens toe kan bijdragen op die manier. Ja.